Ik sta hier met Lee en Pascal, voorzitter van Bergharen Herne Leur, EHBO-vereniging. Wat is het doel van deze grote regionale EHBO-oefening, Lee? Nou, het doel is dat wij hier met een aantal EHBO's, en het zijn er bijna 50 vanavond, een aantal casussen gaan doen. En de bedoeling is dat we dan van elkaar geleerd hebben hoe we het bij de verschillende EHBO-verenigingen en bij het Rode Kruis in Beuningen geleerd hebben. Dat zien we van elkaar, daar leren we van. Er zijn vanavond 5 scenario's. Noem ze eentje. Nou, één scenario, dat is dat iemand die struikelt over gereedschap dat aangedreven wordt door perslucht of de elektriciteit in een smeerput. Daarmee loopt die letsel op. Daar gaat iemand naartoe om hem te helpen. Maar die krijgt op een gegeven moment een hartaanval. En die moet dus ook nog gereanimeerd worden in diezelfde put. Dan hebben we dus 2 slachtoffers die tegelijkertijd behandeld moeten worden. Dat is één van de scenario's. Een ander scenario is dat er een wespennest hangt in de garage. Dat wil men graag weg hebben. Dus 2 medewerkers op een ladder zijn bezig om dat ding eraf te halen. Maar die wespen zijn hartstikke agressief. Dus die steken die medewerkers. Een van die mensen die is allergisch voor wespen steken en raakt daardoor een shock. En de ander, die is ook zo onhandig met het aflopen van de trap dat hij zijn enkel verzwikt. En dat hij ook nog zo valt dat zijn sleutelbeen breekt. Dat klinkt niet gezellig. Pascal, wat is de motivatie hierachter? De motivatie hierachter is dat we, wat Leo al zegt, dat wij van elkaar kunnen leren. Dat wij samen kunnen werken met verschillende verenigingen. Ja, goed, en de motivatie ook om andere mensen te motiveren om EHBO-lessen te behalen. Het doel van vanavond is ook regio bekwaamheid. Jullie willen ook graag nieuwe leden hebben. Hoe werken jullie die? Wat wij doen is het organiseren van deze evenementen, noem ik het maar. De bedoeling is dat onze leden daar zelf zo enthousiast van worden dat ze reclame maken in een vriendenkring. En dat die zeggen, hey, dat zou ik ook wel willen doen. En de leden die we hier hebben, de meeste ervan, dat zijn, ja, laten we het noemen, ervaringsdeskundigen, die dus ooit in hun privéleven iets mee hebben gemaakt. En dan denken van, ja, maar dat overkomt me niet opnieuw, zonder dat ik weet wat ik moet doen. En die besluiten dan om een EHBO-cursus te volgen. Wat we in ieder geval adviseren aan mensen, doe een cursus reanimatie met het gebruik van een AED. En hoe lang duurt zo'n cursus eigenlijk? Dat is de cursus reanimatie en gebruik van AED, dat is een cursus van maar 1 avond. Maar de uitgebreide EHBO-opleiding, waar dus alles in zit, dat is een opleiding dan vergt 12 lesavonden en nog 1 avond voor het examen. En dat denk ik leuk om te vertellen, net vorige week zijn er vanuit de samenwerking die we hebben 11 nieuwe EHBO'ers geslaagd voor hun diploma. Hoe moeten ze zich aanmelden? Nou, het handigste om je aan te melden is voor een Oranje Kruis diploma als je gaat zoeken op de site van het Oranje Kruis, daar je postcode in klikt en als je dat hebt gedaan, dan kun je vinden bij welke verenigingen je kunt aanmelden. Bedankt, Lee. Graag gedaan.